Stel dat Dolph Sleper en jij er niet waren geweest. Had deze tribune dan wel hier bij AFC Heracles gestaan? Dat waag ik te betwijfelen. Maar dat wil niet zeggen dat wij dat natuurlijk alleen hebben gedaan. Maar DOS is wel de grote aanjager geweest. Die dus gelijk heeft gezegd om met de bouw van de, of met de plannen voor een nieuw stadion te bouwen. Dat DOS heeft aangegeven van dat mag niet gebeuren. Dat die monumentale tribune die nu in een stadion geïntegreerd is, dat die weggaat. Dus met AFC Heracles zijn ze bij elkaar gaan zitten. En zodoende is er een stichting opgericht. Waar ik dus de secretaris en de penningmeester mee was. En daar zijn we de boer mee opgegaan. En DOS heeft natuurlijk dat voorwerk allemaal verricht om de mensen over te halen om geld te doneren en subsidies binnen te halen om dit te realiseren. Aan Zunnenberg, AFC Heracles heeft de mooiste overdekte tribune van Overijssel. Wat voor nostalgische gevoelens roept dat bij je op? Ja, heel veel natuurlijk, want ik heb 10 jaar bij de AFC gespeeld. Want in 1974, toen werd het Stichting Heracles. En het was altijd uniek om onder die houten tribune vandaan te komen. Alle andere tribunes ontsierden wel een beetje deze mooie monumentale tribune. Want er werden grote tribunes bijgezet met een golfplaatje erop. Maar dit was voor mij ja, gewoon iets speciaals elke keer. En het mooiste vond ik altijd dat die jongens altijd eroverheen hingen. En onze grote vriend televisiepresentator Tom Erbes vond het altijd fijn om hij aan de pet eventjes over de kop heen te strijken. Dus ik heb daar hele warme gevoelens aan. Ja. En bij AGOVV was het in feite maar een hele grote tribune die er al heel lang heeft gestaan. Maar ik kan het niet opnemen tegen deze. Nee. Want zoals ik al zei, heb ik al eerder aangegeven wanneer ik van mijn woonhuis hier naartoe kom rijden. En ik kom over die single en ik zie die tribune hier, dan raak ik altijd een beetje in vervoering. Ik vind hem nog steeds mooi. Ja. Hoe groot acht je de kans dat je de mooiste tribune van Nederland krijgt? Nou ja, dat is natuurlijk ook een beetje smaakgevoelig. En gevoelig voor de mensen die moeten kiezen. Die dus een voetbalclub aanhangen. En die denken dat hun dus ook de mooiste tribune hebben. Maar we hebben natuurlijk wel een hele grote pre. En dat is natuurlijk dat we in 2011 tot Rijksmonument zijn gekozen. En dat is geen enkele tribune in Nederland. Het enige sportmonument in Nederland is dus het Olympisch Stadion in Amsterdam. En dat is een stadion, dat is geen tribune. Maar de enige wat wij dus zijn, is een Rijksmonument van een sportmonument in Nederland.